verbeterde score. Acadia is een wereld? Een land? Een nieuwe wereld die we nog niet kennen, maar die wel in de buurt komt van werelden die we wel een beetje kennen. Een maatschappij. Een samenleving. Een wereld die ervan uitgaat dat je moet voldoen aan een score. En als je daar niet aan voldoet, dan val je er buiten. En daar is niks. Dus dat is eigenlijk een beetje een ter dood veroordeling. Dus iedereen doet heel erg zijn best om in Arcadia te kunnen blijven. Wie zie ik daar? De papa Jean Barefoots, gespeeld door een fantastische Vlaamse acteur, die heeft gefraudeerd met de scores van zijn dochter. En dan moet hij naar buiten en ja, dan moet ik als mama de vier dochters bij elkaar zien te houden. En dat valt niet altijd even hard mee. Welke straf staat er op het niet rapporteren van onaangepast gedrag? Maar ik wist van niks. Welke straf, agent Jans? Deportatie. En daarmee wordt de actie in gang gezet, want ineens heeft dat gezin te maken met Lus, die dus waarbij haar score niet klopt. En regulator Simons, die ik speel, het is zijn taak om deze zaak te onderzoeken. We kunnen ons opgeven voor buitendienst. We zouden zo kunnen proberen papa te helpen. Hoe? Helpen met wat? Met overleven. Daar is niets. Niemand overleeft daar. Ik denk dat mensen vanaf aflevering 1 hooked zullen zijn. Omdat je anders een lage score krijgt en je weg moet. Je moet het kijken. We tracken je. Ik hoop echt dat het heel veel mensen gaat raken ook. Omdat het ook wel dichtbij komt. Het heeft ook heel veel raakvlakken met hoe wij bezig zijn met succes en zogenaamd succes. Wat dan een Nederlander en een Vlaming samenbrengen, daarom alleen al het verhaal vind ik origineel. Heel spannend, nieuw verhaal. Het is een hele mooie wereld en een fantastische cast. Aandacht. Arcadia waakt over. Blijf kalm. Arcadia waakt over. Blijf kalm. Arcadia waakt over. Blijf kalm. Arcadia denkt aan u.